Jupiler. Supporters weten waarom. Voetbalseizoen 1998-99 begint traditioneel met de Supercup. De eerste prijs is voor Club Brugge. Sven Verman aan de eerste paal, half weggewerkt, de Brul. En die bal gaat binnen. Beetje onorthodox, maar 1-0 voor de landskampioen. 1-0 voor Club Brugge via Tjerven de Brul. In buitenspel van Stokkaart. Kan beweging. En dan geplaatst de bal en binnen. Wat een goal van Koen Stokkaart. De Super Sub vorig jaar bij Lokeren. Ulare opnieuw. Met het schot. En binnen, jawel. 2-1. Suleiman Ulare. Na de nederlaag in de Supercup verliest Racing Genk eind augustus ook zijn eerste competitiewedstrijd met 2-0 van Lokeren. Doelpunt in deze fase van de wedstrijd is mogelijk beslissend natuurlijk. De kopbal van Stalens. Janssens controleert en vlamt hoog binnen. Olivieri ging er nog met de handen naartoe. Het is Van Hazenbroek trouwens. Koller. Van Geneugd, een goede bal voor Karel Snoeks. En die kan zoiets afmaken. Van ver komen, hij heeft steun bij Van Diaz. Snoeks, Diaz, 2-0. In 1 minuut is het gebeurd. Anderlecht zonder de geblesseerden Stalens, De Boek en Radzinski begint moeizaam aan het seizoen. Op de eerste speeldag behaalt Paarswit op de valreep een 1-1 gelijkspel. Aanvoerder Zetterberg sleept in de slotfase met een magistrale goal nog een puntje uit de brand. Op de tweede speeldag loopt het een eerste keer slecht af voor Anderlecht. Het verliest verrassend van Beveren met 2-1. Luigi. Snelle trappen van Lemmes. Komt nu plots Berdont voor Philip de Wilde. Dont maakt het af. Door. Nog een dribbel, nog een kapbeweging en een doelpunt. Bart Koor. De tegenstoot met Van Beneden. Smit. Scalia. Nee, het was Torken, niet Smit. Dat is de Wilde, daar ben ik zeker van. En Van Beneden die heel keurig en zeer zuiver intopt. 2-1 voor Beveren. Het kleine Beveren wint van het grote Anderlecht. Na de nederlaag neemt de irritatie bij het vieren Paarswit toe. Niet in het minst bij trainer Arie Haan. Wanneer je in België af wil of beter voetbal wil gaan brengen, dan zul je als media het spel wat Beveren speelt, het spel wat velen spelen, genadeloos moeten afstraffen. Met het vallen van de bladeren gaat het bij Anderlecht van kwaad naar erger. Ook na de derde speeldag heeft Sporting nog altijd niet gewonnen. En op 5 september volgt de donkerste dag in de hele clubgeschiedenis. Alle tekortkomingen die er dan zijn, worden blootgelegd. Knappe dribbel van Koen Burg. Een goede voorzet, Tans. En gaat die bal erin? Ja, het is 3-0. 3 tegen 0. 24 minuten gespeeld. En dat heet dan zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ik denk dat Westerlo misschien moeilijker gaat dat als we niet op veld geweest waren. In elk geval moet ze complimenteren.
Kuipers, tweede paal, 4-0. En de kelk moet leeg tot op de bodem, wordt er dan gezegd. Anderlecht in het krijt met forfaitcijfers. 5-0. Dit had dus nog veel desastreuze gevolgen kunnen hebben. Beste voetbalvrienden, mogen wij vragen dit moment te koesteren. Dit zullen wij nooit meer meemaken. Met een schamele 2-12 is Anderlecht weggezakt naar de allerlaatste plaats in het klassement. En uitgerekend dan komt Club Brugge op bezoek. De Wilde van der Elst kwam voor Van Diemen. Ekakia moet zelf gaan. Want Jankauskas kwam terug uit buitenspel. Dit is Anic en die maakt het af. Doelpunt Darko Anic. In een wedstrijd die vrij gelijk opging, die in evenwicht was. Edgar als Jankauskas. Kruist die bal tot bij Anic, die hem goed meepakt. Speelt hem naar binnen. Ekakia, nee, het wordt de Vlaanderen. En het is 0-2. 0-2. Anderlecht zit nog altijd waar de klappen vallen. Er komt een vrije trap voor Club Brugge met waarschijnlijk Milan Lesniak. Die heeft een goede trap, daar komt hij. Bal wijkt af en binnen. 0-3. Stassa heeft die bal nog geraakt. Er wordt Paaswit niks bespaard. Per Zetterberg met zijn doelpunt, wie weet. Ja, 1-3. Nog 17 minuten. Goal van de kapitein. Toch wat paniek bij Brugge nu. Niet in de bunker, maar ze plooien wel terug. Van Diemen. Voor Jachtsjoek, goed aangepakt. En binnen, 2-3. Oleg Jachtsjoek. Misschien te laat, maar toch. 2-3, dat klinkt eervol. Racing Genk komt traag op gang, maar blijft ook in lastige wedstrijden overeind. Op de bal! Opening voor Suleiman Oulare. 2 minuten verder na de rust. Oulare langs Kollen. Bal voor langs en dan aangeraakt en binnengeschoten door Todurko Johnson. En zo wint Racing Genk hier dat de hele tweede helft heeft ondergelegen. Na een vroeg doelpunt na de rust van Todurko Johnson met 0-1 van AA Gent. Maar de thuisploeg, u zag het, verdiende zeker meer. De vroege smaakmakers in de competitie heten Westerlo en Lokeren. Het is storm in de stille Kempen. In Wattans. Goed gedaan, knap gedaan. Porte verwacht de bal, krijgt hem ook. Chris Porte en Danny Donter tussen. En dat is het doelpunt van Jochen Janssen. Hij juicht omdat hij de bal hoog in de touwen heeft gejaagd. Jochen Janssen. Westerlo op een vroege voorsprong in de 6e minuut. Lokerse muur voor een vrije trap van Benoit Tans. Ook Burg klaar. Die over de bal en Tans die naar Burg speelt. Goed manoeuvre. Laag voor doel, Douwe bijna toch. En dan een plaatsbal van Leconte. Het staat 2-0. Mooie goal, schitterend manoeuvre. Van Geneugde met een vrije trap. Schitterend getrapt en Janssens die achterwaarts binnenkopt. Doelpunt van Chris Janssens. En daar wordt geduwd en getrokken. En Zeré is de dader. Hij blijft hevig. Patrice Zeré. Maar hij moet eruit met een rode kaart. En Lokeren moet dus verder met 10. En die strafschop moet ook nog komen. Een strijd om de koppositie kan zelden of nooit zonder incidenten. Porte tegen de paal. Bronjo langs de achterlijn. Achteruit voor Jochen Janssen. Goed aangepakt en knap gestift. En dan is het toch een doelpunt voor Westerlo. 17e minuut na de pauze. 17 hectische minuten waren het. Goede kopbal van Stalens en een doelpunt.
Er hangen hier nog doelpunten in de lucht. En Lokeren, dat blijft gaan voor wat het waard is. Stalens weer, bijna Koller. Nu Diaz nu. 3-3. Een kermis is het. Mooie goal van Pascal Diaz. Na een overtreding van Stalens, een vrije trap voor Westerlo met het architectenduo. Het is Tans die trapt, Burg stond erbij te kijken. Kopbalgoal, Jochen Janssen, zijn derde, 4-3. En Westerlo weer op voorsprong. Het Kuipke kolkt over. De Europese uitschakeling tegen Grasshoppers kost eindelijk de kop van Arie Haan. Bij gebrek aan een vervanger blijft de duo Doks verkouter aan het roer tot het einde van het seizoen. Club Brugge leidt zijn eerste nederlaag bij de nieuwe leider Sporting Lokeren. Benicka stuurt de bal het pak in. Daar is Koller met de borst. Diaz die trapt hem binnen. Toch weer Pascal Diaz. Wat is dat een goede kracht bij Lokeren. Koller achter de rug van Ilić. Nader naast de bal en Koller voor de 2-0. Het is afgelopen voor Club Brugge. 5 dagen later gaat de club ook in eigen stadion onderuit tegen SK Lommel. En daar komt Kanaert met Anić. Kanaert. Speelt Nader uit en gaat het afmaken. Lommel op 0-1. Je kan niet zeggen dat het onverdiend is. De aanpak van Tomislav Ivić bij Standaard krijgt veel kritiek. Klote voetbal, ja. Maar op Olympia pakt Ivić wel een punt tegen Club. Anić. Nog Darko Anić. De Brul vraagt de bal. En krijgt hem ook. Een doelpunt. Na 5 minuten spelen. Jurgen de Brul. Hoekschop met Volja. Gekopt en binnengekopt. Remakle scoort. 1-1. Congratulations. With your point. Bij A-Gent bereikt de koude oorlog tussen Johan Boskamp en Jean van Milders een absoluut dieptepunt. Geen van beiden zal het einde van de competitie halen. In Moes Kroen maakt Racing Genk voor het eerst zijn titelambities hard. Hazi kapt Frederik Pierre uit. 2e minuut van de match. Goulare met Gordan Vidovic. Goulare, verre voorzet naar Branko Strupar. Die steun heeft van Rogerio en die scoort. Goal van Benjamin de Oliveira. Oviki recupereert. En Oulare de diepte ingestuurd. Stroepar wacht, voorzet Oulare. Een Soubou laat de bal van de voet schieten. Door het nog hensbal. En daar is Stroepar. En die zorgt voor de 0-2. Branko Stroepar. Wat een start voor Racing Genk hier op Le Canonier. 24e minuut van de match. Ingooi met de Oliveira. Naar Oulare. Doet zich daar van 2 spelers. En legt dan de bal terug tot bij Stroepar. Mooie combinatie van Genk. En de goal, de 0-3. Souleyman Oulare. Racing Genk scoort hier aan 100%. En Oulare tikt de bal door naar Michael Rigi. Een Soumbou in het centrum. Een Soumbou wilde omhalen. En Oulare dan met zijn 2e van de middag. En zo wordt het 0-4. Wat een afstraffing voor Moes Kroen. Vrijschop nu misschien die nog wat hoop en vreugde kan brengen. Frederik Pierre, die bal wijkt af en gaat binnen. 1-4, kort voor de rust. Frederik Pierre. Zijn haven. Grunstoot mist de interceptie. De bal is te ver voor Frederik Pierre. En dan een weggever van Van Geem. En 2-4, Zoran Dam. Grunstoot kreeg de bal niet bij een Gentse ploegmaat. Goed verdedigd door Johan Teel, die de bal uit de voet van Frederik Pierre haalt. En Oulare wegstuurt, Souleyman Oulare. Mooi, daar hoe hij Bessanger uitkapt en de match hier mogelijk beslist.
2-5. En die bal gaat binnen. Heel mooi getrapt. Donald van Durmen. De beste man bij Moes Groen. Eindstand Moes Groen 3. Genk 5. In de Belgische beker gaat Club er al uit in de eerste ronde. Op het veld van tweede klasser Tyler Luik voert Alex Tjaniatinski zijn allerlaatste kunstje op. Ook Anderlecht sneuvelt met de penalties bij Den der Leeuw. En Anderlecht na eliminatie uit de Europese beker nu ook uit de Belgische beker. Pas op de 11e speeldag komt eindelijk het keerpunt. Is er ook één voor Sporting Lokeren. De Wilde trapt erg ver. Van Hazenbroek op terug. Van Diemen schuift goed in. Opgewacht door Zerij. Veel volk van Anderlecht. Daarin het strafschopgebied. Schifo. Onder meer met ook Radzinski. En daar is Zetterberg. Die kan uithalen. Zetterberg. Goal. 0-1 voor Anderlecht. En 0-1 voor Paarswit. Zetterberg met de hoekschop te laag. Half weggewerkt maar. Schifo legt hem terug voor Dol. En dan een mooi stiftertje. En goal van Glenn de Boeksowaar. 0-2 voor Anderlecht. Van Geneugde. Hoekschop kort gehouden. Voorgezet komt Christiansens. En 1-2. Goed een minuut na die tweede goal van Anderlecht. Van Geneugde met de corner en de goal van Koller, uiteraard 2-2 na 27 minuten in de tweede helft. Een vrije trap voor Anderlecht met Zetterberg en Bart Goor achter de bal. Goor in één tijd, Dont lost en binnengetrapt door Glenn de Boek. KV Oostende organiseert een mediastunt. Voorzitter Vergeijlen ontslaat Dennis van Wijken, haalt Jean-Marie Pfaff als trainer. Ik ben altijd een leider geweest, zelfs in de nationale ploeg. En ze kunnen zeggen dat ze willen. In de nationale ploeg heb ik dat ook altijd gedaan. Mee. Maak even een druk. Hallo Jean-Marie. Pfaff. Zeker vanaf donderdag wil ik niemand meer zien in de cafés gaan. Dagenlang beheerst El Simpatico het sportnieuws. De eerste trainingen van Pfaff zijn een groot succes in de media. De eerste wedstrijd zorgt niet voor een schokeffect. Oostende verliest met 3-0 op het veld van Lommel. Wat heb je gezegd tijdens de rust? Gewoon dat ze moeten voor blijven spelen. En er komen nog twee keer in 45 minuten. Op dezelfde speeldag lukt Germinal Ekeren de hoogste score van het seizoen. Het wint van AA Gent met 8-1. Voor Germinal een van de weinige hoogtepunten in een grijs seizoen. Voor Gent een dieptepunt na het verdwijnen van Boskamp. In november blijkt ook dat de titelstrijd een duel wordt tussen Club Brugge en Genk. De onderlinge confrontatie tussen de twee clubs in het Jan Breydelstadion wordt beslecht in het voordeel van Club. Daardoor komen Genk en Brugge samen aan de leiding. De Brul. Met een lel. Fadiga verlengt. Vermand. 3-3, maar het moet snel gaan. Vermand met het schot van het doelpunt. Misser van Istvan Brockhauser. Een verrassend schot misschien. Bal die valt tegen de lat. Zoals alleen hij dat maar kan. Branko Stroepaar met zoveel bedrijfszekerheid. Daar is de kans voor Oulare. Nader en de misser van Olivieri. Open doelmond, maar de voet niet goed tegen de bal. Er blijven nog 2 minuten en 3 minuten extra tijd. Vrije trap met Vermand. En een doelpunt. Elos Elonga Ekakia. Het is zijn eerste competitiegoal. Europees heeft hij al gescoord in Budapest. Nu zet hij Club Brugge op een veilige 2-0. De opmars van Anderlecht verloopt moeizaam met de hakken over de sloot. Wint Paarswit in Oostende met 0-2. Derde strafschop van het seizoen voor Anderlecht. Per Zetterberg tegenover Van de Putten. De vijfde goal van Zetterberg dit seizoen. Anderlecht niet onlogisch 0-1 voor.
De penalty wordt opgeëist door Rachid Yashou en die staat nog geen minuut tussen de lijnen. Hij kwam in de plaats van Björn de Rijke. Yashou, de wilde. Dit is die bal die hij moest pakken. En Kluis en heel Anderlecht bedankt hem. Goor, kan die nog sprinten? Sneller dan Parmentier. Bart Goor kan hem opzij leggen voor Aarst of maakt hij het zelf af? Dat doet hij. 2-0 of 0-2, want ze zijn hier op bezoek. In eigen stadion gaat Anderlecht met 0-1 de boot in tegen Standard. Het Ivic-systeem wordt door iedereen de grond ingeboord, maar het rendeert. Remakle probeert buitenom en krijgt die bal door. En Boem Penza en die scoort na 18 minuten in de tweede helft. 0-1 voor Standard. Anderlecht verliest ook in Gent het van een stokstadion baat in een diepe crisis. Sporting zakt weer terug naar de 10e plaats. Eind november komt het keerpunt en mee Antonis en Genk komen in Anderlecht verliezen. Oulare snoept daar Stassin de bal af. De libero van Anderlecht en Stroepar is mee voorin natuurlijk. Oulare krijgt hem toch nog bij Stroepar en die scoort. Het is 0-1 voor Racing Genk. Stassin. Diepe bal richting Stalens die graag infiltreert. Radzinski ontweek daar de tackle van Geem. Daar is Stalens en de gelijkmaker. De derde van het seizoen voor Lorenzo. Met een diepe bal voor Struppar. De controle was efficiënt genoeg om door te kunnen gaan. Daar is Oulare en die komt prachtig. Wat een mooi doelpunt. En de Wilde aan de grond genageld. De Boek meteen diep. Van Geem half maar, daar is Radzinski. En dus is het uitkijken. Die draait de goede kant uit. En eerste competitiedoelpunt van Thomas Radzinski. Het antwoord van Anderlecht meteen. 2 minuten na die goal van Oulare. Lorenzo Stalens bewijst in de slotfase dat hij voor Anderlecht het verschil kan maken. Stalens trekt zijn nieuwe ploeg over de streep. Anderlecht wint met 3-2 van Racing Genk. Eind november heeft Club Brugge, dat nogthans niet goed speelt, 3 punten voorsprong op Racing Genk. De landskampioen heeft tegen staartploegen als Beveren de grootste moeite om te winnen. Ook thuis tegen Charleroi heeft landskampioen Club heel veel problemen. Van der Ilst. Klaasens. Dat ook is trappen. Wat een pegel. Gert Klaasens. George Leekens zal het met veel plezier gezien hebben. Jeje. Van Ham verlengd. En Bronjo knikt hem binnen. Het is 1-1. De beste kans van de wedstrijd voor Sporting Charleroi. Zelenge. Rabat goed naar buiten. Alassane. Goed aangesneden voorzet. En dan is Rabat die op Nader komt. Bronjo met de kans op 1-2. Bal blijft hangen in de modder tegen een paar spelers. En dan gaat hij er toch in. Dante Bronjo. De kapitein van de Carolos. Addo. Van der Elst. Aan iets verlengd. En weer Jurgen de Brul met de kans. En hij zit erin via Frankie Frans. De Brugge terug op 2-2. Net even in de derde van de 8 toegevoegde minuten. Dus nog 5 te gaan. Vrije trap met Vermand. Ilić binnen. 3-2. Weer Alexander Ilić. Zoals tegen Stuttgart. En Brugge gaat de volle punt pakken. De opmars van het jonge Gent onder Herman Vermeulen blijft duren. In een ware sneeuwstorm neemt Gent ook de maat van Sporting Lokeren. Hier wordt voor elke vierkante meter sneeuwtapijt gevochten. Jan Koller met een kans. Met een schot onder Herpoel door en een doelpunt. De Grijze. Met de fake en de voorzet. Martens met de borst teruggelegd. Barca. En die bal gaat erin.
Een bal die nog afweek, maar de goal komt achter de naam van Gali Barca te staan. En zo hebben we al twee goals gehad in iets meer dan 16 minuten. Martens. Nog eens knallen. Met een boog gaat die bal erin. Als dat zo bedoeld was, is het een heerlijk, een schitterend doelpunt van Sandy Martens. Dat kon je ook zien op het gezicht van Stijn Vreven. Club Brugge duwt Westerlo definitief uit de subtop. Zelf voetbalt het behoorlijk stroef, maar het heeft na de heenronde wel 5 punten voorsprong op Racing Genk. Toch is Genk nog de enige club die de titelverdediger van een 12e landstitel lijkt te kunnen houden. Ook tegen Lokeren blijft Genk in eigen stadion ongeslagen. Met de tweede plaats als inzet is dit een zeer interessante wedstrijd natuurlijk. Een doelpunt, Mike Origi. Scherp gegeven vrije trap van Branko Stroepaert. Het is de eerste keer dat hij van Genk Danny Tont komen bedreigen. Van Geneugden kruist de bal. Wilfried Delbroek moet dat controleren. Verspeelt de bal aan Snoeks. En dan de zuivere voorzet en de makkelijke goal voor Bukali Sassi. De gelijkmaker voor Lokeren. Komt een beetje uit de lucht vallen. De koning van de assists in de Belgische competitie, Branko Stroepaert. Hij neemt weer een vrije trap. Heeft ook al op deze wijze het eerste doelpunt aangebracht. En die gaat er ook in. En Suleiman Oulare lijkt dat doelpunt op te eisen. Zorgt Branko Stroepaert na 2 assists ook voor een doelpunt. Bal tegen Chris Janssens aan. Kimoni nu. Nog altijd. Voorzet. Gekopt door Zeré. Dan Stroepaert. Oulare. Schitterend achterwaarts. Ingekopt door Suleiman Oulare. Wat een doelpunt. En net voor de winterstop leidt club zijn derde nederlaag in Ekre. De nakende fusie en het trainerschap van Frankie van der Elst bij Germinal Beerschot vormen het gespreksonderwerp van de dag. Op kort genomen, Milosevic. Goeie kapbeweging, voorzet met links. En dan Karagiannis. Het is 1-0. En het is logisch, het is terecht. Al was er wat geluk mee gemoeid. Milosevic. Zakje van Morek komt niet aan. Wat van der Elst er goed tussen zat. Dan verliest hij op zijn beurt de bal aan Hofmans. De opening voor Song. En het is 2-0. Wesley Song. Een van de betere, misschien wel de beste op het veld. Schoen, 1998, gaat naar Branko Stroepaert. Branko Stroepaert wint de gouden schoen. De Kroaat gaat in het jaarlijkse referendum zijn ploegmaat Suleiman Oulare vooraf. De topschutter van vorig seizoen heeft zich in de nieuwe jaargang ontpopt tot koning van de assist. Na de winterstop debuteert Trond Suljet bij Gent. De Noor trekt de hoogconjunctuur bij de jonge Buffalo's nog een tijd lang door. Ook Excelsior Mouscron brengt knap en aantrekkelijk voetbal, maar het verliest ongelukkig in Genk voor de beker en al even ongelukkig in de competitie tegen Anderlecht. Dit is een goede uithaal en een doelpunt! Marco Castro! De bal bezit wel voor Anderlecht, maar het levert voorlopig weinig op. Passeggio probeert van op afstand. En Schifo met zijn rechter en geplaatst balletje. Daar is Radzinski in de gelijkmaker. Castro. Een minuut na de gelijkmaker. Marco Castro aan de tweede paal. Tange, scherpe hoek, binnen. Stefan Tange. Het beste verjaardagsgeschenk dat hij zich kan indenken. Hij scoort. En zo Schifo. Passeggio doorgespeurd, strafschopgebied binnen. Voorzet aan de tweede paal, tegen de lat, tegen de paal gaat die bal en dan binnengetrapt. Het is Bart Goor die er 2-2 van maakt. Van Diemen probeert Anderlecht nog wat in het slot van de wedstrijd. Passeggio, Jatschouk en Passeggio bal afgeweken. Ongelukkig van Bessanger. En zo gaat Anderlecht hier nog met overwinning lopen, zeker. Dat verdient Mouscron zeker niet.
Voor club heeft de winterstop nauwelijks beterschap gebracht. De spelers vormen helemaal geen groep en het voetbal blijft krampachtig en stroef. In Lommel verliest de landskampioen voor de vierde keer al. Robert Eschoen naar de Kelver en die gaat scoren. Jawel! 1-0 voor Lommel. De Kelver met een mooie beweging. De Kelver achterna gejaagd door Borkemans. De Kelver in de 16 meter. Hij tegen de paal en dan binnen. 2-0. Het is 20 minuten geleden dat Brugge nog heeft kunnen dreigen. Hier een laaggenomen corner. Die toch in doel belandt. Goal van Fadiga, de aansluitingstreffer. Haaien maakt er nu een einde aan. Absolute vreugde bij Lommel. En een absoluut verdiende zegen tegen een alweer bijzonder stroef. En zeg maar heel zwak acterend Club Brugge. In Genk lijkt uit dat hij met Anteunis in de zomer verhuist naar Anderlecht. De club staat even op zijn kop, maar de onrust hebt weg als Anteunis Racing op Sclessin naar de kop van het klassement loodst. Dit is de corner met Folia. En slecht ontzet daar. En Willem Pensa met een nieuwe kans. Kimoni voor zich. Schot! En de bal gaat binnen, afgeweken op Olivieri. 1-0 staat daar. Precies 10 minuten nog in deze eerste helft. Standaard komt met die man minder nog niet onder druk te liggen. Zorgt zelf nog geregeld voor gevaar. Hier is Mark Hendricks met een voorzet ontzet door George Blay. Hazi doorgekopt richting Ulari en Strupar nu wel, ja. 1-1 Branko Strupar. De gouden schoe loont meteen al in zijn eerste match. Ruim 3 minuten ver in de tweede helft. Dreiging van Genk met Tordur Gudjonsen naar Strupar, kopbal en goal. Tweede goal van Branko Strupar, 1-2 voor Racing Genk. Strupar naar Origi en hier is Ulari en die scoort. Ja, hij scoort wel. De bal gaat binnen. Blay. Ja, mooi. Hele mooie goal van George Blay. 2-4. In de slotfase van de match. Inmiddels is Anderlecht met hardbevochten zegens naar de subtop geklommen. Tegen Westerlo wendt Anderlecht maar net een nieuw debacle af. Dos Santos. Jochen Jansen probeerde terug te leggen. Foute bal dan van Basseggio in de voeten van Burg. Jansen wil hem hebben. Mitrovic kan ook. Dejan Mitrovic. Doelpunt. Tegen de gang van het spel in komt Westerlo op 0-1. Schifo of Rondaks? Rondaks pakt. Schifo mist. Burg. Mitrovic. Nog altijd Dejan Mitrovic. Met Jansen in steun. Mitrovic via de paal binnen. 0-2, de tweede goal van Dejan Mitrovic. De kans is ondertussen voor Anastasio en die scoort zijn eerste goal van de competitie. En zo moet Anderlecht wel terug in de wedstrijd komen. Slecht gepaast binnen het bereik van Mitrovic. En die wordt opgejaagd. Anastasio zet Radzinski voor Rondaks. En het is 2-2. Die 0-2 is meteen weggegomd. Na de misser van Schifo neemt Lorenzo Stalens de volle verantwoordelijkheid. Rondaks stopt zijn tweede penalty. De Boek. Anastasio. Zoekt steun in zijn rug. Vindt hij bij Alin Stojka. Bal werd nog aangeraakt. Gaat hij erin? Ja. Het is 3-2. Doelpuntenmaker Thomas Radzinski. De vernedering van begin september is een beetje uitgewist. En op Olympia kan Sporting zowaar op zoek naar aansluiting in de titelstrijd. Selimes. Balverlies. Anic. Vredig neer. Stalens wordt uitgesloten in het Jan Breidelstadion. Alexander Ilic kan terrein pakken en de bal naar de brul spelen. Hier staat Verheijen. Daar gaat het naartoe. Selimes tegenover hem. Verheijen met links, de Brul, met het schot, Jurgen de Brul, schitterende goal van de Brul, poeierde het leer echt keihard in het dak van het doel. Scheidsrechter Ancion moet
het spel onderbreken. Er liggen stoelen en stukken van de zitjes op het veld. En scheidsrechter Ancion haalt de troepen naar binnen nu. Sven Verman staat daar ergens tussen de stewards. Hij neemt de corner voor Brugge natuurlijk. Kopbal Lembi. Opgevangen Stassin. Binnengetrapt door Jurgen de Brul. Zijn tweede goal van de avond. Excelsior Mouscron blijft de ploeg van het moment. De Henegouwers zetten Loker op weg naar een vrije val en nestelen zichzelf stevig op de Europese derde plaats. Bijna 29 minuten ver, hoekschop Lokeren. En de kans voor Koller en die bal gaat binnen. 0-1 Lokeren tegen de gang van het spel in. Martic, geeft een beweging met de arm en Vidovic scoort. 1-1 en dat is dubbel en dit verdient voor de Duitsploeg. Danny Dont oog in oog met Gordon Vidovic. Die zijn achtste van het seizoen kan maken. Daar straks al gescoord. De gelijkmaker nu misschien de 2-1 voorsprong. Ja, staalhard voorbij Dont. En 2-1 voor Mouscron. Frédéric Pierre. Naar Stefan Tange in één keer. Een mooie goal van Tange. 3-1. Van buitenspel geen sprake van Tange die doorgaat. Wijs bedient voor het Casto. 4-1. Een alweer ongelooflijk opgezette aanval van Mouscron. Dat hier een fantastische wedstrijd speelt. De laatste seconde tikken weg in deze wedstrijd. Mustafa El Idrissi pas ingevallen, scoort toch wel zeker. 5-1. Hij glundert, hij straalt Hugo Broos. Februari wordt geteisterd door uitgestelde wedstrijden. Kortrijk-Genk wordt naar 10 maart verschoven en daarvan profiteert Club Brugge om weer even over Genk naar de leiding te wippen. In Harelbeke speelt Club ook als een sterk blok. Even lijkt het ernaar dat de landskampioen gelanceerd is. Hamech komt daar stoorzender spelen. Daar is Vermand en de goal. Eindelijk zou ik maar durven zeggen. Van der Elst tot bij Fadiga, die zich goed heeft vrijgelopen daar aan de linkerkant. De voorzet, Jankauskas en Breien. Het is 0-2. Ook de week nadien zet club zonder veel moeite Lokeren opzij. De Waaslanders kunnen een kruis maken over hun Europese ambities via de competitie. Kort genomen vrijschop bij Club Brugge, bal bij Erik de Vlaanderen. Die zet hem voor doel, dan die Dont in een misverstandje en dan Fadiga. Na 30 seconden zit de bal er al in. 1-0 voor Club Brugge. Een vrijschop met links uiteraard. Voor doel gewerkt. En dan de kopbal van Jankauskas. 2-0 Club Brugge. Hij zat al redelijk goed in de match hoor. Het gaat als Jankauskas. Wat dreigingen en vooral Lokeren op de helft van Club Brugge gezien. Maar zonder echt doelgevaar. Nu misschien wel met Ilic. Ja, mooi. 3-0. Alexander Ilic. Heel mooi getrapt. De match is nu wel echt beslist. Brugge 3, Lokeren 0. Mooie treffer van Alexander Ilic. 4 minuten nog te gaan. Daar duikt Verman plots op. En die legt de vierde in het net. 4-0, Sven Verman. En zo wordt Lokeren hier echt afgemaakt. In februari pikken ook de Rode Duivels de draad weer op. Het begin van een triest verhaal. De eerste wedstrijd op het toernooi van Cyprus winnen de Duivels eerst nog moeizaam tegen het gastland. Janssens, Pierre, Emile binnen. De Belgen komen 0-1 voor met een doelpunt van Emile Mpenza. Mooi binnengetrapt. De tweede wedstrijd in Cyprus tegen de verjongde Griekse nationale ploeg komen de Duivels op alle vlakken tekort. De eerste nederlaag in de voorbereiding voor Euro 2000 is een feit. Na een slechte paas van Glenn de Boek verliezen de Belgen in extremis van Griekenland met 1-0. Het begin van een traditie. 4 dagen later treedt de jonge bende van bondscoach Jorge Lekes voor het eerst na het WK in Frankrijk op voor eigen publiek in het Koning Boudewijnstadion. Beterschap levert dat niet op. Integendeel, de Duivels verliezen met 0-1 van Tsjechië. Alle
terug voor Novotny. Horvat. Daar is Novotny opnieuw. Goed bekeken door Glenn de Boek. Dat was een toekomstpijs voor Geno. Koller. De kans en de goal. Zijn eerste interland. Jan Koller. Op de 25e speeldag gaat leider Club Brugge zwaar onderuit in Lier tegen het jonge geweld van Walter Meeuws. Van Meijer. Verre lange bal naar Robbie van de Weijer. Die zijn plaats voorin heeft weten te behouden. Van de Weijer met de voorzet en meteen de goal. We spelen 1 minuut en 20 seconden en Hans Somers heeft de score geopend. Menzo met de doeltrap. Goed verlengd door Robbie van de Weijer. Controle van Cavens. En dan is daar Steve Laremans met een goede versnelling voorbij Borkelmans. De voorzet. Cavens is 2-0. Jurgen Cavens. Stebel en Brokken is weer weg. Kan de bal nog net binnenhouden. Cavens even losgelaten. Daar is inderdaad de vrijstaande man. Het is 3-0. Somers. 39e minuut. Wat maakt de landskampioen hier mee? Verheijen op karakter. De voorzet met links. Barry. Het is 3-1. Stebel. Vrij opdrijven. Goeie bal. Brokken. Het is maar in te leggen. En het is uiteindelijk Van de Weijer die dat doet. Beeld van Fadiga bij een vrije trap van Sven Vermand. En daar is de 4-2. Wat een wedstrijd krijgen we hier. Sbari is de man die scoorde. Van Meijer, geen buitenspel. Er komt Van de Weijer. En het is alsjeblieft 5-2. Jongen, jongen, jongen. Zelden meegemaakt. Een wedstrijd die alles heeft. Eind maart gaapt er tussen leider Genk en club een 4-punten-kloof. Genk wint van Moeskroen en de Bruggelingen gaan alweer zwaar onderuit in een uitwedstrijd. Killer met dienst is dit keer Staudaar. Een vrij trap nu voor Staudaar met Folja die de klus overlaat aan Kroes. Wat een wondermooi doelpunt van André Kroes. Het is zijn eerste in deze competitie. Hij scoorde ook al in de beker van België. Maar dit is ongelooflijk. Soms is voetbal kunst. Het is een beetje een cliché, ik weet het. Maar kijk eens naar deze trap. Meer in de kruising kan je de bal niet krijgen. Hellers. En Willem Penza. Of liever Mbo. Met de 2-0 aan de voet. Het is zover. 2 minuten na de openingsgoal. Perfect vertrokken op de eigen helft. Folja. Met de steun van de Condé. En dan, in doel 3-0. Alweer een bal, zijn tweede van de avond. Ja, Club Brugge krijgt een afstraffing. Eind maart spelen de Rode Duivels nog 2 oefenwedstrijden. De eerste helft tegen Bulgarije lijkt beterschap te brengen, maar in de tweede helft gaat het weer helemaal fout. Met 0-1 verliezen wordt een gewoonte. 3 Bulgaren om te rommelen in de muur. Stoichkov. En dan valt die bal voor de voet van Jovov en het is 0-1. Zeg maar dat de Bulgaren met een gelukje op voorsprong komen. Maar het is wel zo. Bondscoach Georges Lekes hoopt in Luik tegen Egypte dat fluitconcerten uitblijven. Maar ook op Sclessin krijgen de onmondige duivels een streamend fluitconcert om de oren na alweer een 0-1 nederlaag. Met
4 punten voorsprong op club heeft Genk op 7 speeldagen van het einde zijn lot in eigen handen. Maar in Westerlo kruipt Racing in blessuretijd door het oog van de naald. Kans. Burg met ruimte. Kon zelfs nog even om zich kijken. De paas van Burg. Mitrovic. Voor een Timonie. Dejan Mitrovic. Doelpunt. 1-0 Westerlo. Origi. Tsumbu. Schoffelen, maar toch door kunnen. Tsumbu met het schot. 1-1. Goyen Tsumbu, de invaller. En de salto. Penalty voor Westerlo in de blessuretijd. Jansen Brockhausen. Ze zullen het in Brugge niet graag vernemen. Club Brugge wint ook al zonder veel overtuiging met het kleinste verschil van A-Gent en gooit de titelstrijd weer helemaal open. Genk lijkt te zullen kraken als het in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker in het eigen Tiel Gijzelingstadion in de pan wordt gehakt door het jonge Lierse. Goed weggelopen van twee tegenstanders, Origi en Gudjonsson. Ingespeeld voor Filip Daams. Jurgen Cavins natuurlijk. En de kans en de goal. Van meet af aan gingen ze voor het doelpunt. Lierse. Stable. Goeie actie. Thomas Debel. Goed afgelegd van de Weijer. 0-2. Oulare naast. Helemaal naast Cavins. Reinie mist. Filip Daams op weg naar István Brockhauser. Maakt hij zijn tweede? Ja hoor. Filip Daams. 0-3 Lierse. Al 3 penalty missers dit seizoen bij Genk. 2 keer Stroepar, 1 keer Oulare. Maar deze ging er wel degelijk in. Misverstandje na die kobbel van Van Meijer. Weer Dirk Huismans met Cavins. 1-4. Nu is Genk dood. En Tsumbu. Slimme bal. Oulare. Goal. 2-4. Wat een saldo. Wat een wedstrijd ondertussen. 9 dagen heeft Racing om de klap te verwerken. Dan volgt de belangrijkste topper van de hele competitie. Vrijtrap voor Club Brugge na 7 minuten in de tweede helft. Vermand trapt hem. Bal schiet daardoor. Schietkans voor Anic. Legt hem klaar voor Klaasens. En de goal van Edgaras Jankauskas. Het is 0-1. Daar komt Genk opnieuw. Met de eerste mogelijkheid meteen voor Maiko Riggi en hij maakt gelijk. En het klettert hier in Racing Genk. Wat een lawaai. En zo blijft het 1-1 in deze topper die bol stond van de spanning. En blijft het verschil in de rangschikking 2 punten. Anderlecht begint indrukwekkend aan de laatste rechte lijn. Het vernedert Standaard in eigen huis met 0-6. Goor voor een schot. Bal die afwijkt. En dan Jachtjoek tegen Rounier. Tegen de benen van Rounier. Het schot van Schiffo. Goal. Anderlecht. 0-1 voor. Doelpunt Enzo Schiffo. Scherp gegeven. Kopbal Jachtjoek. 0-2. 0-2 voor Anderlecht. Of was het Walter Baseggio? Het was Baseggio. Geen buitenspel van Jachtjoek. Het schot van Baseggio. Radzinski, dat is 0-3. Dat is absoluut 0-3. Thomas Radzinski. Jachtjoek. Radzinski biedt zich aan. Jachtjoek maakt de actie zelf. 0-4. De hele Anderlechtbank al voor de 4e keer overeind. Geen 35 minuten gespeeld. 0-4. Folia. Radzinski razendsnel ontwijkt Rounier en maakt er 0-5 van. Thomas Radzinski is zijn tweede goal van de avond. En wat is hij blij. Stojka, de vervanger van Jachtjoek. Probeerde die bal naar Radzinski te spelen. Herovert het leer al in Stojka. Nu Radzinski. Radzinski 0-6. De derde goal van Thomas Radzinski.
En dit moet verschrikkelijk hard aankomen in dit stadion waar de Roosjes meestal hun feesten vieren. Dit is een antifeest. 9 mei, de eerste Superzondag. Club heeft 2 punten achterstand op Genk en moet in elk geval winnen op het veld van Moeskroen. Maar club verliest. Geen overtreding van Kasto op Van der Elst. Martic mag voorzetten. Bam! Het is 1-0, het is verdiend. Het is de beste man in de wedstrijd. Zoran Ban. Addo, Klaassen kon er niet bij. Messanger meteen naar voren. Lembi. En die bal gaat erin. Het is 2-0. Precies 10 minuten van het einde. En alweer Zoran Ban. In het Tiel Gijsselinkstadion speelt Genk tegen Anderlecht. Genk kan profiteren van de misstap van club en de titel binnenhalen. Daar gaat Van Diemen. En Reinie moet erachteraan. Voorzet Van Diemen, kopbaljachtzoek, 0-1 Anderlecht. 19e minuut van de eerste helft. Oleg Yachtchouk. Dat is een killer. Krasson. Van Diemen. Krasson buitenom. Van Diemen met de passeerbeweging. En nu de voorzet. En 2 mensen vrij daar. Yachtchouk. Nee, Stojka. En goal. 0-2. Anderlecht. De ploeg van het moment. Goor. Bart Goor. En Anastasio sluipt mee. En als die het hoofd koel houdt, is het 0-3. Via de paal is het 0-3. Anderlecht. Anastasio. Schifo. Radzinski. Op de een of andere manier loopt hij zich altijd los. En hij scoort. 0-4. Penalty met nog 17 minuten te spelen. Stroepar. 1-4. De 17e van het seizoen van Branko Stroepar. Goor zet zich door om het op rijm te zetten. Hier staat Stojka. Aanpakken, voorleggen. 0-5. Radzinski. Of 1-5. Stroepar weer. Weer van op de stip. 2-5. En zo krijgen we hier een fantastische score. Maar Racing Genk schiet er niet veel mee op. Alles was in Genk al klaar voor het kampioenenbal. Als het er toch is, waarom dan niet feesten? Zelfs al ben je een uur voordien nog van het veld gespeeld. Het spijt ons dat we vandaag niet kunnen winnen. Maar ik garandeer u dat we er zondag alles, maar ook alles zullen doen. Anderlecht is de ploeg van de maand en wat de punten betreft zelfs de ploeg van de terugronde. Toen de champagneflessen leeggemorst werden in Genk, kon Sporting zelfs nog een testwedstrijd om de titel halen. Allee, kom maar. Anderlecht, die bibi! Oh! Op de tweede Superzondag, de allerlaatste speeldag, pakt Limburg zijn allereerste landstitel. Iets meer dan een half uur gespeeld. Duw en getrek in de 16 van Harelbeek. En dat is de goal van Suleiman Ouare. Nam die bal volley met binnenkant rechts. En Racing Genk 0-1 voor. En virtueel landskampioen. De broek verlengd. Wat Ouare deed rook naar handspel. Dit is de 2-0 met Gudjonsson. Racing Genk. 0-2 op voorsprong en weer een doelpunt dichter bij de allereerste landstitel. Kubik. De andere Kubik van Lucas. Naar deze Arek en dat is een mooie goal. Drek! Ja! Einde van de wedstrijd. België heeft de landskampioen en het is Racing Genk. Voor het eerst in de geschiedenis wint Genk in Harelbeke in de allerbelangrijkste match die ze hier ooit gespeeld hebben. Emeon Teun is met zijn assistent Pierre Denier, Tony Greco erbij. Het is binnen voor Racing, de eerste Limburgse landskampioen. Bijna 11 jaar na de fusie tussen Waterschei en Winterslag. Een megafeest in Midden-Limburg. De spelers worden in Genk door duizenden supporters als helden ingehaald.
Het gigantische feest duurt naar Limburgse gewoonte tot de ochtend. Ook in Brugge knallen de flessen niet ter ere van de tweede plaats in de competitie, maar ter ere van het afscheid van monument Frankie van der Elst. In de avond zeg ik aan Frankie hartelijk dank voor alles. Anderlecht wordt nog knap derde en speelt Europees. Moeskroen valt naast de prijzen. Oostende en Kortrijk degraderen naar de tweede klasse. Op 30 mei moet er nog één vraag beantwoord worden. Wie wint de beker van België? Lierse of Stoudaar? We komen nog eens met de corner. Spiteri moet daar oorlog maken in de buurt van Roenje. Goeie kopbal, goal! Het is 1-0 voor Lierse. Het is Spiteri die de goal maakt. En Ivic begint nerveus te worden. En is dat misschien een understatement? Ivic, een man van 66 ondertussen. Cavens. En dan Spiteri. Cavens, het is 2-0. En iedereen recht. Hij doet het toch maar weer. Jurgen Cavens. En Meus, kijk eens hoe blij. Hellers, Mbo en Penza. Lukunku draait goed en schiet erin. 2-1. Nauwelijks gezien in de tweede helft, Ali Lukunku. En Van Meijer mag nog eens een vrije trap gaan geven. Komt hij meteen op doel. Juist de Roenje. Actie nog niet afgelopen. En nu, het is afgelopen. Jawel, Cavens. Het is 3-1 in de slotminuut. En de beker is binnen voor Lierse. Kijk eens aan. Wat een ontlading bij de coach van Ter. De vlag is er nog veel. David Brokke. We wijzen naar de aanvoerder. Daar gaat de beker de lucht in. Die gaan een heel snachtige moed bij Lierse.